Het levensverhaal van Mulu is ingewikkeld, maar ook veerkrachtig. De rapper groeide op in een adoptiegezin in het dorpje Uithuizen en had alles behalve een makkelijke jeugd. En Mulu maakte hier de film Tweedehands Kind over, die zondag in Simplon te zien is. Mulu, goed dat je er bent. Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, tuurlijk. Voordat wij lekker gaan kletsen, gaan we eerst even kijken naar een kleine clip van die film. Top. Ik wil me gelijk even voorstellen. Mijn naam is Mulu. En ik ben een tweedehands kind uit een derde wereld. En dat is misschien heftig dat ik gelijk zo begin. Maar het is gewoon zo'n groot onderdeel van wie ik ben. Ik neem dit mijn hele leven mee. Ja, tweedehands kind, zo heet je film. Mulu, waarom voelde jij je zo? Nou, het is niet per se een gevoel. Het is de letterlijke interpretatie van hoe ik adoptie zag. Omdat je natuurlijk, als je geadopteerd bent, dan heb je ouders. En die ouders geven je op ter adoptie. En dan krijg je nieuwe ouders. En daar kwam mijn interpretatie vandaan van tweedehands kind. Want ja, de eerste poging voor voogdij was mislukt. Je bent in je film af en toe een beetje kritisch over adopteren. Daar wil ik het zo met je over hebben. We zagen net een hele kleine clip van de film. En ik had de eer om alvast te kijken naar die film. En ja, in die film zien we jou in een lege zaal. Wat kan ik het eigenlijk een film noemen? Wat is het voor vorm? Nou, het is gemaakt met camera's. Dus op zich kan je het een film noemen. Ja. Maar het is natuurlijk een registratie ook van een theatershow. Alleen, ja, voor mij... Was dat de oorspronkelijke bedoeling, een theatershow? Ja, alleen we zitten in een lastige tijd. Hè? Weinig publiek. Geen publiek, dat kon niet door middel van corona. En ik wou het verhaal gewoon heel graag vertellen. Ja. Ik vind het belangrijk en... toen hebben we het zo gemaakt. Dus vandaar dat ik het nu gewoon een film noem. Nou kan je je verhaal verschillende manieren vertellen. Hoe kwam je nou op het idee om het op deze manier te doen? Nou, het is een lang proces geweest. Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb een team van heel veel mensen en coaches om me heen gehad die me hebben geholpen. Onder andere de mevrouw die in het publiek zit van Noordstaat, die mij heeft geholpen om te kijken van oké, je hebt een verhaal, maar hoe ga je dit vertellen? Ja. Ik ben altijd rapper geweest, ben ik nog steeds. En dan vertel je ook. Mm-hmm. En toen heb ik een omslag gemaakt van ik dacht, oké, ik ga een film maken. Het idee was om echt een speelfilm te maken met zeg maar geen dialoog. Dus echt monoloog, gewoon alleen maar beelden. Eigenlijk jij in een film? Ja, echt nee, met acteurs. Oh, met acteurs. Gewoon echt met acteurs. En wou ik eigenlijk een hele zwarte wereld laten zien en een hele witte wereld laten zien. Maar echt een beetje arthouse stijl. Ja. En dan dat was er bijvoorbeeld, ik kan wel vertellen, de eerste scene was dat een donkere baby in een zwarte ruimte zat. Ja. En dat je zeg maar een poortje had. Net zoals dat je dat in films ziet. Dat mensen uit de hemel komen. Dat je naar de hemel gaat en licht ziet. Ja. En dat, daar kwam dan een witte vrouw vandaan. En die liep naar de zwarte wereld. En die pakte die baby. En die nam die baby uit de zwarte wereld mee naar de witte wereld. En dan stond dan een dominee. En die dominee die druppelde wat water op het hoofd van die baby. En op het moment dat die water geraakt werd op het hoofd van die baby, werd die baby wit. En dan zag je het leven van een witte baby. En dat was de film die ik had gemaakt, maar die konden we niet draaien. Nee, en Mulu, ik ga je even onderbreken, want voordat we nou onze kostbare tijd gaan verspillen aan de film die had moeten zijn, maar ik begrijp helemaal de symboliek waar je naartoe... Ja, hoe is het de vorm geworden? Dat was het. Toen dacht ik van, oké, ik heb het verhaal, maar ik moet er nu iets anders van maken. Ja. Toen heb ik dat verhaal omgedraaid naar een persoonlijk verhaal en dat is deze theatershow geworden. En dit zeg je super makkelijk, maar ik denk dan, want jouw verhaal is niet zomaar een verhaal. Hoe heb je dat gedaan, jouw hele verhaal met veel ups en downs, schrijven? Hoe schrijf je dat script? Nou, die filmscript had ik dus gemaakt. Dus wat ik deed, is ik nam afstand van mezelf. Ja. Ik probeerde gewoon te kijken naar de situatie. En wat is de situatie? Ik was geadopteerd. Ja.
En wat, mijn adoptie was zo dat ik ben gebracht naar Uithuizen, een heel klein dorpje ergens boven in Groningen. En er is mij nooit verteld dat ik Ethiopisch was, of wat mijn achtergrond was, of ik familie daar had. Dus de vraag had ik ook niet. En later, toen ik ouder was, toen keek ik naar mijn ouders en dacht ik, ja, oké, soms voelde ik het gewoon niet. Mm-hmm. Zaten we op de bank met z'n allen en dan keek ik naar mijn moeder en dan dacht ik, jij bent hartstikke blank, wij lijken gewoon niet op elkaar. En dan was het een gezin van 4 verschillende mensen. Mijn vader kwam uit Uskwert, mijn broer uit Colombia, ik uit Ethiopië. En dan dacht ik, wat zijn we eigenlijk gezinnetje aan het spelen? En dat gevoel, dat kwam ja, regelmatig terug. Ja. En zo heb ik daar afstand van proberen te nemen en naar te kijken van wat is dit voor situatie en wat heeft het voor consequenties gehad in mijn leven. En weet je dan nu wel deze grote vragen? Je familie? Nee, dat is een hele lange reis. Want ik weet nog steeds niet wie mijn ouders zijn. Ik weet nog steeds niet welke plek ik echt vandaan kom. Ik ben daar eigenlijk nooit echt goed ingedoken. Ja. Maar ik heb wel gekeken naar mezelf en ik dacht van oké, ik ga dit verhaal gewoon vertellen, want het heeft bepaalde consequenties gehad voor mijn leven. Ja. En er zijn natuurlijk veel meer mensen geadopteerd. Misschien herkennen zij dit. Ja. Nou, vertelde je mij net al een beetje over de tijd waarin je dit script ging schrijven. Je was heel erg in jezelf aan het duiken. Je kwam dingen tegen. Hoe voelde jij je in die tijd? Ik kreeg een identiteitscrisis. Ja. En echt een goede ook. Daar heb ik ook een docu over gemaakt. Die heet Verdoofd. En ik was helemaal in de war, raakte ik ervan. Omdat je zoveel research aan het doen bent en achter dingen komt. En ik heb mijn adoptiepapieren opgevraagd. Bleek dat ik ergens uit negatief nog wat kwam. Of allemaal dat verschillende datums. Ja. Wist niet hoe oud ik was. Mijn naam klopte niet. Dat is best wel trippy. Dus die Mulu die wij gezien hebben in Verdoofd, dat is de Mulu die op dat moment op zoek is gegaan naar al deze antwoorden en informatie. Ja, dat is de pijn die ik ervan heb gekregen, ja. En hoe ga je dan, want nu, ik zag jou in je film, soms zag ik nog steeds volgens mij, misschien klopt het niet, pijn, woede, verdriet. Klopt, omdat ik me echt in de situatie heb geleefd en ook natuurlijk in de situatie, want jaren geleden was het zo dat mijn ouders zijn rond de 50, nog wat. En dan was het vaak als ze zeiden van, ik ga een kindje nemen. Dat ze ook wel zeiden van, ja, maar waarom ga je niet adopteren? Dan help je iemand. En daar werd vaak nooit over nagedacht van wat dat uiteindelijk is. Als je iemand zomaar uit zijn, als je een kind vroeg ontwortelt, dan is de kans eigenlijk ook wel groot dat het later verwelkt als je er niet goed voor zorgt. Mm-hmm. En ik zeg niet dat er niet goed voor mij is gezorgd, maar je moet wel weten uit welke wortels je bent gegroeid. Dat je kan zien wie je vader is, dat je kan zien wie je moeder is, dat je kan zien waar je uit bent gemaakt. Dat had jou eigenlijk, zeg je, heel erg geholpen. Ja. Als jij deze dingen had geweten. Zeker. Jij zegt ook, ik maak deze film niet alleen voor mezelf, maar voor 30.000 jongeren. Ja. Wie zijn die jongeren? Nou, dit is een verdieping op het verhaal, want mijn ouders, hun voogdij is ook weer afgepakt. En toen werd ik een kind van de overheid. Dus de voogdij van de ouders die jou geadopteerd hebben, is afgenomen? Afgenomen. Dus uiteindelijk zijn er dan ongeveer zo'n 7 mensen die hebben geprobeerd mij op te voeden. En dat is dan mislukt. En dan kom je in het overheidssysteem terecht. En dan heb je te maken met OTS-instellingen. OTS is onder toezichtstelling. Okay. En dat gebeurt bij jongeren die eigenlijk geen stabiele basis hebben. Okay. En waar niet goed voor gezorgd wordt. En dan zegt de overheid, oké, wij zorgen voor jou. Maar daar zit weer een heel systeem aan vast waar jongeren vaak ook in verdwaald raken. En ja, dat is ook een deel van mijn verhaal. Want jij en dat is een ander deel dan adoptie. Ja. En voor die jongeren, die wou ik een stem geven. Want inderdaad, tot vandaag de dag heb je nog steeds 30.000 jongeren zonder ouders of zonder vaste grond. Ja. En daar gaat het eigenlijk over. En dat zijn er 30.000 te veel? Ja, zeker. Ja. Ik zei het net even, zondag gaat de film, waarvan we net heel kort een stukje zagen, in première. Maar is het dan een typische première met rode loper, iedereen kan komen? Hoe ziet het eruit zondag? Ja, het is een coronapremière, denk ik. Nee, het is Maar kan iedereen komen die hier is, die thuis kijkt? Ja, zeker. Als u zoiets heeft van, weet je, het klinkt best wel boeiend, ik wil ook komen kijken, dan
laat me weten. Stuur me een berichtje of info@noordstaat.nl. Ja, NL. Ja. En dan krijg je een berichtje terug en dan kun je gewoon komen, gratis intree. Ja. En ik vind het gewoon leuk om dit verhaal met mensen te delen. En Molo, dan eindig ik even met de vraag die ik van heel veel mensen heb gehoord. Namelijk, yes, Molo komt naar de show. Hoe is het dan nu met hem? We kennen je natuurlijk van de serie onder andere. Daar ging het wat minder. Hoe gaat het nu met jou? Het gaat hartstikke goed. Ik ben clean, ik ben nuchter, ik ben scherp. En ik was op zoek naar, naar mezelf. Van wie is Molo Geta nou echt? En dan bedoel ik echt, volgens de papieren. En daarvoor moet je scherp zijn. En de eindconclusie is ook, ik noem het wel tweedehands kind. Maar uiteindelijk heb ik ervoor besloten om mezelf op de eerste plek te zetten. En dan maakt het niet uit of je tweederangs, derderangs bent. Want voor een ieder, geadopteerd of niet, goed leven of niet, je moet jezelf altijd zetten op de eerste plek. En Molo staat nu op de eerste plek. Zeer zeker. Mag ik een heel hard applaus voor Molo.